In onze bibliotheek kan u uiteraard terecht voor boeken, cd's, dvd's, tijdschriften, kranten, peuterboeken en nog veel meer. Maar regelmatig kan u bij ons ook terecht voor een lezing, namelijk onze gekende dinsdagmenu's. Van oktober tot maart organiseren we één keer per maand een lezing op een dinsdagavond in onze bibliotheek. Hiervoor nodigen we een al of niet gekende zonovenaar uit die u wat meer komt vertellen over zijn of haar hobby of passie. Deze zomer hebben we een extra editie, een zomerse dinsdagmenu met een wel heel speciale buitenlandse gast. Op 5 augustus komt de heer Eliseo Ramirez, een Mexicaan met familie van Zonhoven, ons wat meer vertellen over de Arte Plumaria. Mijn schoonvader is geen onbekende in Zonhoven. In september 2003 kwam hij nogal eens praten over de pluimenkunst. Hij kwam een voordracht geven over de cultuur en de geschiedenis van de Azteken en de pluimenkunst waarbij de zachtste pluimpjes van de vogels gebruikt worden. De voordracht gaat gebeuren in het Spaans met vertaling naar het Nederlands. Inkom is gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ik ben Ernesto Ramirez, afkomstig van Mexico. Ik woon al 8 jaar in Zonhoven en ben getrouwd met de Zonhovense Patricia Ramakers. Samen hebben wij 2 kinderen. Mijn ouders, die nog steeds in Mexico wonen, zijn deze zomer bij ons op familiebezoek. Mijn vader beoefent een eeuwenoude kunstvorm van de Azteken, namelijk Arte Plumaria of pluimkunst. Hij is een van de 25 laatste mensen op de wereld die deze kunstvorm beoefent. Hola, soy Eliseo Ramírez, soy mexicano y desde hace 17 años me vengo dedicando al arte plumaria, un arte de la antigüedad en el que se utilizan plumas de las aves. Para esto debo decir que una de las condiciones indispensables es nunca sacrificar un ave. Para esto debemos de conocer las épocas de muda y por qué utilizar la pluma que el ave tira. Este arte es muy antiguo, fue practicado por los mayas, por los aztecas y por muchos de los pueblos de México. Y de esto y de mucho más les hablaré en la conferencia que próximamente tendré oportunidad de sustentar. Los invito para que nos acompañen, creo que resultará para ustedes novedoso, puesto que es algo que seguramente desconocen. Muchas gracias.